Ik ben Cheikh Andji. Ik kom uit Senegal. Ik ben 42 jaar oud. Ik speel djembe sinds 1993. In 1993, ja. Ik heb in verschillende dingen gespeeld met djembe. En verschillende lessen gegeven, workshop gegeven. Zo, ik heb heel veel ervaring in de djembe. Ja, ik een beetje... Belangrijk is dat als ouders moet je je kind kunnen stimuleren als hij iets leuk vindt. Bijvoorbeeld djembe spelen. Ik kom niet uit een griot-familie. In Senegal vroeger speelde de griot de djembe. So ik ben niet van griot afkomst. Maar toen mijn moeder dacht, jij bent geen griot, jij mag niet spelen. So ik had heel veel ruzie met mijn ouders. Maar ik ging van mij, omdat ik houde van trommelen, ik ging wegtrommelen. Ik ging stiekem naar de repetitie. En dat tot mijn ouders ontdekten echt dat ik dit echt leuk vind, hebben ze mij laten gaan. Zo, daarom, als jij als ouders je kind iets leuk vindt, dan moet je hem stimuleren om het te leren. De slijp, de toon en de baas. Die drie klanken heb je op de djembe. En met die drie klanken ga je ritme meemaken. Bijvoorbeeld de slijp, de toon, de baas. Slap, toon, baas. Dat djembe, dat geef je, omdat ik heb een stukje dingen geleerd van mijn ouders, de opvoeding. Maar vanaf mijn muzikale docenten, die hebben mij ook een hele andere dingen geleerd in leven. Hij was echt hij is nu inmiddels overleden. Mijn meester Joe Raphaël Boussanji. En die heb mij zoveel dingen geleerd die mijn ouders niet hebben mij geleerd. Maar toch, vanuit mijn muzikale leraar heb geleerd. Zo, met djembe, soms ga je spelen en zingen tegelijkertijd. Abebe Yona, goody goody bamba, bachak bachak bamba, goody goody bamba, bachak bachak bamba. Bamba sunu waje, nyongi lay se yare, bebe yo. Dus ouders, laat je kind gaan en welkom voor tussen zang en dans. Djembe, jajef. Bebe yo na siare bamba, siare bamba, siare bamba. Siare bamba, bebe yo, abebe yo na, bebe yo, abebe yo na, abebe yo na, siare bamba, siare bamba, goody goody bamba. Bacek bacek bamba, gudi gudi bamba, bacek bacek bamba, bamba sunu waje, nyongi lay siyare. Yeah!